Als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, wil je graag verzekerd zijn dat je daadwerkelijk van je oude dag kan genieten. In dit kader heeft het Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIFES, een lezing gehouden met als thema functionele integratie van de CARICOM, de CARICOM Agreement on Social Security. Het Algemeen Pensioenfonds geeft informatie aan burgers die in de particuliere sector werken, wat zij moeten doen als ze van hun pensioen willen genieten. Volgens Ramon Dougal, directeur van het Algemeen Pensioenfonds, zijn heel wat Surinamers er niet van op de hoogte dat ze recht hebben op pensioen als ze ervoor hebben gewerkt. Tijdens zijn presentatie gaat hij hierop nader in. Ik ben gevraagd om wat informatie te verstrekken over het Algemeen Pensioenfonds. En in het kader van Social Security heb ik ook aangegeven van wat de rechten en plichten zijn van de burgers die zijn geregistreerd bij het Algemeen Pensioenfonds. En wat de wet ook aangeeft. Maar kunt u dan even verder ingaan op wat u bedoelt met Social Security? Heeft dat meer te maken op het feit dat Suriname bezig is met het CARICOM secretariaat om dat verder te regelen voor CARICOM landen? Nou, dus het CARICOM is wel naar Suriname geweest om hun visie ook door te laten geven aan de Surinaamse bevolking, de Surinaamse overheid. En het Algemeen Pensioenfonds is ook uitgenodigd om ook deelgenoot te zijn van die besprekingen. Maar het is nog steeds de overheid die daarvoor een besluit kan nemen. Roy King, die gastspreker was tijdens de lezing, ging in op de Social Security benefits die in bijna alle CARICOM-landen al wordt toegepast. Dat houdt in dat bekwame burgers die in een CARICOM-lidland willen werken, van alle voorzieningen gebruik kunnen maken. King vertelt wat het doel van zijn presentatie is. Het doel van de presentatie is om de cursisten bekend te worden met de voorzieningen die er zijn voor factor arbeid. De cursisten worden hier opgeleid tot vakbondsleider en het waarborgen van de voorzieningen voor factor arbeid. En binnen de CARICOM zijn er voorzieningen voor factor arbeid. De bekwame burgers, voor hun zijn er voorzieningen om vrij te bewegen binnen de CARICOM. En die voorzieningen wil ik de cursisten deelgenoot van maken. Aldus Roy King, gastspreker tijdens de lezing. Hij gaf aan niet precies te weten waarom Suriname de overeenkomst nog niet heeft getekend, maar gaat ervan uit dat het spoedig zal gebeuren. De lezing is gehouden in de trainingszaal van CIFES.